Mit-Mit maakt hard. Hallo, ik ben Nick van de Mit-Mit Academie. En ik ga hard maken waarom Nathan Aké niet de man is van Manchester City. Ja, Aké die komt over van Bournemouth, dus dan weet je eigenlijk al genoeg om te beginnen. Bournemouth, die mannen zijn gedegradeerd. Die hadden een defensie die echt op geen kluiten trok. Waarom kom je dan naar een ploeg als Manchester City om daar de boel recht te trekken? Ja, die was daar de patroon. Maar ja, als je het aan mij vraagt, de patroon die is eigenlijk toch altijd verantwoordelijk voor als er iets misloopt. Dus is dat dan de man die dat jij moet gaan halen voor de problemen met een topclub als City op te gaan lossen? Ja, nee, vergeet dat, mannen. Die kerel. Het zal wel een toffe gast zijn, maar ik heb er niet echt schrik van in een baklijn. Je is 1,80 meter, ik ben 1,76 meter. Dus als wij tegen elkaar een beetje gaan trekken en stoten, ben ik corner. Ja. Die gaat mij niet veel schrik aanmaken, ze. Dus geef mij dan maar een kerel like Koulibaly van Napoli, de Skriniar van Inter, een Bonucci of zo. Dat zijn grote mannen, daar heb je schrik van. Die hebben een beetje een uitstraling. Die mannen fretten nu op als je daar tegen gaat staan. Dus ja, waarom dan een Aké? Die gast ziet eruit alsof dat op een klein kinderen kan komen babysitten en ondertussen Playmobil in elkaar steken. Ja, daarnaast trekt hem ook een beetje op Ruud Gullit. En Ruud Gullit is wel fucking cool. Maar ja, als ze daarvoor moeten aannemen, kunnen ze ook gewoon vragen of de Ruud mee in de kleedkamer wilt komen zitten en heb ik een babbelen over vroeger. Voor de rest, ja, de Aké, die is polyvalent. Die kan linksback spelen, in het middenveld een beetje depaneren, centraal in de verdediging. Maar ja, als je een beetje van alles kunt, waar zet je dan eigenlijk wel echt goed in? De Bruyne kan perfect de pas geven op iemand zijn pastoor. Maar ja, wat kan een Aké perfect? Boah, ik weet het niet. Jullie weten het niet. Weet Pep het? Ik hoop het, want anders heeft hij weer een miskoop gedaan. En gelijk we allemaal weten, City en een miskoop, ja, dat kan al een keer mislopen bij de fancy. Dus Pep, ik hoop voor u dat het een goede koop is. Maar ik geloof er niet echt in.